Hallo, je ziet niet op nooit. Waar al je kunt controleren. Staan de kranen op de kant. Ze lossen en ze laden. Menig schip uit een ver land. Kettingen die ratelen. Hoe ben je? Een talier. Wie ben jij? Ik ben Willem Oppertoff. Ja. En jij bent echt een oude Noorderling, hè? Een hele oude kerel stellen, ja. Ben je geboren in het Oude Noorden? Ik ben geboren in het Oude Noorden, in Frankenstraat. En nu woon je 3 straten verderop? Nu woon ik 3 straten verderop. Nieuwbouw dus. Een heel mooi huis heb jij hier? Nou ja, ik hoop het. En allemaal kunst aan de muren aan alle kanten? Ja. En jouw meest, degene die het allermooist vindt, die hebben we hier hangen? Die hebben we hier hangen, aan de Saleuvenhaven. Uit Rotterdam dan natuurlijk. En nou, het spreekt voor zichzelf natuurlijk. Je kan dus zien, van vroeger naar nu, als je nu naar de havens kijkt en hoe het dan vroeger ging. En dan ook veel verhalen van mijn vader vroeger gehoord natuurlijk. Van dat hij daar als kind zijnde speelde. Ja, niet in die tijd, maar het heeft nog tot heel lang. Zal ik maar na 1925 of 1930, zo die kant heb, dan stond het allemaal nog zo op de kader. Ja. Zelfs wij hebben het misschien nog meegemaakt. Dat en jouw vader, die is ook hier? Die staat hiernaast? Ja, hallo. Ja. Hoe oud bent u, meneer Oppertoff? Ik ben met april 77. En hij heeft dit van u gekregen? Ja, dat heeft hij meegenomen. Goed. Uiteindelijk heb je toe moeten stemmen, ja, dat hij het meenemen. Nee, ik denk, ja, ze hangen bij mij en ja. Ik denk, ja, ze komen toch uiteindelijk bij hem terecht. Ja, maar wie heeft dit dan geschilderd? Zeg u? Wie heeft dit geschilderd? Dat heb ik zelf geschilderd, want ik heb ze allemaal geschilderd hier trouwens. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik kwam vroeger nog veel in schilderijzaken en zo, dat vond ik interessant. Ook voordat ik begon te schilderen, voor een jaar of 30 terug. En toen zag ik in het prentenkabinet een bepaalde plaat. Een voorstelling van de Leuvenhaven. Was niet zo, maar ik heb hem dan een beetje aangepast ook, naar mijn eigen inzicht. Want ik speelde vroeger als kind zijn veel langzaamaas. En daar werd alles uit de boter geladen en alles met de hand nog gedaan. En ik vond deze plaat ontzettend interessant. De Leuvenhaven, bedrijven, het Rotterdam, bedrijf, weet je wel. Je bent gaan naschilderen? Ja. Heb ik hem gekopieerd, ja. En ze was u bent eigenlijk een meester vervalser. Nou, ik heb geen naam van de schilder zelf eronder gezet, nee, hè? Nee. Want het is natuurlijk een bestaand schilderij. Dat hangt wel ergens. Ja. Wat ik er mooi aan vind, dat is van, kom ik nogmaals terug op de oorsprong, ja, van wat Rotterdam nu is. Hoe kennen, als je daar de bedrijvigheid ziet, hè, van bootjes en die pakken die dan buiten zaten, een paar daar waren, en dat daar toch zo'n onmachtig groot Rotterdam uitgekomen is. Nu met die containers die je nou voorbij ziet varen, weet je, over de Maas. Dus dat je de oorsprong ziet van zo'n dynamische. Ja, kijk, ga terug naar de oorlog. Hè. Het hart was eruit gebombardeerd. Ja. Wat was er? Er was niks. Niks was er meer. En toch van zoiets weer helemaal terug naar zo'n stad. Dus je hebt eigenlijk, ja, ik weet niet hoe ik dat onder woorden moet brengen, maar je komt weer terug naar die tijd. Terug naar die tijd en dan naar nu. En dan die korte periode die er dan tussen heb gezeten, die 5 jaar oorlog. Weer snel oppakken, weer met die bootjes verder en na de hand zie je dan steeds dat spul verdwijnen. Van teer, takels en touw, het is het lief van de haven, van de stad waar ik het meeste van houd. Een vrachtwagen stopt sissend bij het rederijkantoor. Die dingen die maak ik dan, hè. Het zijn dan kleine mondriaantjes. Ik gebruik dan de mondriaan omdat het er dan in voorkomt. Hè. Iedereen zal zeggen, hé, dat hangen mondriaantjes, dat is algemeen bekend. Alleen, ik kopieer ze dus niet. Iedereen die kopieert, nee, want als je goed kijkt, de kleuren zijn altijd anders. Er is niks hetzelfde. En als iemand dan zegt van, joh, ik heb een grote witte muur en ja, dat is veel moeilijker om er iets bij te zoeken. Weet je, de ene heeft een groot schilderij met een soort spriet. Dan zoeken ze zoiets. En dan heb ik een vel papier en dan zeg ik, nou, schrijf op. Teken op wat jij wil hebben, aan blokken of wat. En neem de kleuren die je zelf wil. En dan maak ik hem. Ja. Kom je wel eens in een museum?
Niet veel. Dat moet ik eerlijk toegeven. Kom je wel eens in Boijmans bijvoorbeeld? Ik ben, maar dat is een hele lange tijd geleden hoor. Dat was geloof ik nog in die verbouwing, voor die verbouwing. Nou, hoe lang is het geleden? Ja. Zoiets daar zo. En daar zijn we toe geweest en dat hadden ze geloof ik een of andere bijeenkomst. Ze kon iedereen komen met spulletjes en toestanden en zochten ze iets over een bepaalde tijd. En dan ben ik wel een paar keer door die hal heen gegaan daar zo. Een beetje kijken. Erg donkere schilderijen hadden ze in die tijd. Ja. Tenminste voor die tentoonstelling. En nog een keer in Delft geweest. En ja, wat is het allemaal, een jaar of 20 terug joh. Hey, wat betekent kunst voor jou? Om maar even terug te komen tot Leuvenhaven. Al die kleine details die erin worden gezet, die paarden, die bles van dat paard, hoe dat allemaal gemaakt is, die karretjes en wieltjes en hele kleine dingetjes, wolkenpatronen. Het bouwen op zich, het opbouwen op zich van het schilderij, dat zien, dat is kunst. Mitchell, wat vind jij van kunst? Wel leuk. Ja? Maak je zelf eens wat? Ja. Ga je wel eens naar een museum? Nou, soms. Heel soms, maar meestal gaat de vakantie. Ja, kan je vertellen dat je daar een keer wat je gezien hebt daar? Ja, weinig kunst. Ik ben naar een museum gegaan. Ja, daar had je alleen maar kleine dingetjes zoals muizen en... Het natuurmuseum, denk ik. Allemaal van die leuke kleine muisjes en zo. Ja, maar ik heb wel zelf eens een keer een Mondriaan gemaakt. Je hebt zelf ook zo'n Mondriaan gemaakt? Naar mijn vader toen. Van de winter zouden we er ook weer een gaan maken. Nou, dat gaat er wel eens van komen. Ja. Is het lief van